terug in die jazzbunker na 35 jaar. En een prachtige mooie locatie, heel fotogeniek, ik laat het jullie even zien. Veel in het nieuws geweest de laatste tijd, want onze buren, dat is Waterfront. En daar is 7 miljoen getild van de gemeente door rekeningen sturen van verbouwingen die nooit hebben plaatsgevonden. En die meneer die dat gedaan heeft, meneer Kan, die woont daar. En wij zitten hier in het jazzbunker met een paar mensen, zitten we aan te hikken tegen een rekening over het ophalen van huisvuil. Er komt hier helemaal geen vuilnisman. We hebben ook helemaal geen huisvuil, dat nemen we netjes mee naar huis. Maar wat die kan, ja, we doen iets niet goed.